Dan gaan we echt een afslag van maken, dat weet ik niet zo snel. Dat is echt flink wat. Hoi lieve patatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. En we gaan naar de tandarts. Ik ga een beetje pijn lijden, denk ik. Ja, jij hebt heel veel last van... Nou, ik heb jarenlang te hard gepoetst met een te harde tandenborstel en daardoor is mijn tandvlees een beetje weg. Oh. Dus mijn hals ligt een beetje bloot. Zou ik als hij dan zo langskomt met zo'n... Dan doet het heel veel pijn bij mij. Dus... Gewoon alleen het geluid tonen. Ja, ik ben niet bang voor de tandarts, maar ik ben nog steeds niet heel erg blij met helse pijnen. Nog steeds niet. Dus ja, dat wordt wel even een dingetje. Ja, we zijn bij het tandartspraktijk Brigantijn. En mijn tandarts is mijn oude gitarist, Frank Eickhoff. En jij gaat hem voor het eerst ontmoeten, hè? Ja, inderdaad. Hij gaat gitaar spelen op mijn tanden. Ja. Dus ik heb er onwijs veel zin in. Ja, het is echt leuk. Gezellig. Dat is hem, hoor. En het is een vrouwtje. En wij filmen trouwens voor de vlog. Ik weet niet of... vind jij het een probleem? Hallo. Oké. Okay. Ik ben Frank. Hoe lang ben jij al niet bij de tandarts geweest trouwens? Ik? Ja. Ja, zeker. Het zou het zijn. Ik ben iedere dag bij de tandarts. 2 jaar. Ja, ik ook denk zoiets. Ja, ik ga altijd kant in. Maar ze heeft er maar dan niks alleen om dit te kans zijn. Ja. Het lijkt heel magen. Dat is ook keer. Ja, doe maar. Ben er nou weer een keer. Hier, dus. Van de keer een keer gehaald. Ik probeer het wel al wat vaker met de tandenstoker en zo te doen. Dus vandaar dat waarschijnlijk ook wel wat meer. Ja, nog steeds geen gaatjes? Nog steeds geen gaatjes. Ik hou mijn record. Woe, ik heb nooit gaatjes gehad. Nee, ik heb nooit gaatjes. En wat? Je hebt echt prachtige tandenwerking. Spoelen maar! Spoelen maar! Dat is geen bloedje, hoor. Nee. Hoe dan? Alsjeblieft. Dankjewel. De tafel aan. Nou, ben je klaar voor, schat? Ja, hoor. Hij staat er al eens aan onder. Hè? Ik heb een hele gevoelige. Dat maakt nog helemaal niet uit, hè? Nee.
Je hebt nu al wel bijna 3 keer jaar geleden. Ja. Wat zei je, 23? Hoe lang zijn jullie dan? 3 keer jaar geleden? Wij zijn nu... Of nog niet door. Anderhalf jaar. Officieel? Officieel, ja. Hè, zo goed? Ja. Gelijk goed. Ja, dat wordt het, hè. Een beetje licht door dat zoek te brengen, ja. Mm-hmm. Ja, waar je dat aan had, hè. Toen nog vroeger ook, doe je het nog steeds, drink je heel veel van die frustraatjes, of van de bonus en van die spullen. Ja, dat heb ik wel gedaan, man. Mm-hmm. Dat kan ook nog het volgende van me, weet je. En die moet dat echt leven, kan ik zeggen, waar dat gewoon. Dan gaan we echt naar stap van maken, want dat is niet zo snel. Ja, dat is flink van. En als dat, dan gedaan is, dan kan je het van de plantluiten een beetje herkennen. En dit is u, heb ik hier 2, 1, 2, 2, 2, 2. Daar gaan we echt een afslag maken voor schoonmaken, dat moet echt gebeuren, hè? Door de... Dat is 4, ja. Door de moeder is het, ja. Dat moet echt compleet goed. Ja. Door de tandsteen of heeft hij gaatjes en zo? Nee. Oh, gelukkig. Nee. Alleen dat heeft een tandsteen. En hij heeft luchtontstoken tandvlees en hij heeft terugtrekkend tandvlees. En dat moet even niet gestopt worden, dat moet nog erg houden, hè? Maar dat kan erger worden ook. Ja, dat kan wel erger worden. Dat kan nog erger worden. Oh. Ik wil maar kijken of ik nog een tandpasta heb voor deelmineralisatie. Oh, baby. Het is een zogenaamde repair tandpasta. Daar zit een nieuwe silapatietje in. Dat is goed. Ja, dat is, hè. En dat zorgt ervoor dat zo'n glazuur die daar zich een beetje in remineraliseert en een beetje sterker wordt. Dat je een minder gevoelig wordt of dan tegen warm en koud. Ja. Oké. Okay. Probeer het maar, die kun je dan nog later gewoon in de winkel kopen. Tandvlees en glazuur. Oké. Ja? Even bij de afspraak maken? Ja, oh ja. Ja. Ja, probeer. Ja. Goedemorgen allemaal. Het is zover. De dag dat mijn tandjes worden schoongemaakt. Ik heb er zin in. Not. Nou ja, ik ben op zich niet bang voor de tandarts. Ik ben alleen wel een beetje, ja, niet zo dol op pijn. Ja, wie is er dol op pijn? Die zijn er trouwens wel een paar, maar... Ik ben benieuwd of ik de camera ergens neer kan zetten, zodat jullie een beetje gezellig mee kunnen kijken. Maar ja, het moet vast goed komen. En dan heb ik zo meteen gewoon weer een lekker strak, mooi, fris gebit. Nou, het is in ieder geval lekker weer. Het zonnetje schijnt. Dus ik kan daarna gewoon eventjes mezelf belonen door in de zon te gaan zitten. Helemaal goed. Nou, het is op zich ook wel grappig om te melden dat wanneer je dus aan het vloggen bent en je loopt een beetje op straat naar je bestemming en dan achterkomt dat je dus voorkomen de verkeerde kant op loopt. Ja. Ja, dat hoort er ook bij. Maakt niet uit. Andere kant op. Het is maar 300 meter verschil, maar we komen er wel. Alles wat zijn van de bevallen en overgaan van ons.
Nou jongens, viel me dat even mee. Echt, ik weet niet wat ze gedaan heeft, maar ik begrijp niet waarom dit al die jaren zo pijn heeft moeten doen. Het was echt... Dit was echt een verlichting. Maar ze begon. Ze zegt, ja, als het gevoelig is, steek je linkerhand maar op. Ik zei, nou, kan je nou vertellen? Het is gevoelig. Dus ze smeert er een dingetje op. En dat verdoofde een beetje. Maar verder, het was alleen voor. En ja, ze zei eigenlijk dat het wel, ja, er zit veel op, want ik ben al 2 jaar niet geweest. Dus er zat wel veel tandsteen op, maar het is allemaal weg. En ja, op een paar puntjes na viel het mee, man. Het deed echt niet zoveel pijn als dat ik gewend ben. Het was wel, zegt ze op een gegeven moment achterin, zegt ze, ja, achterin zit wel een zwarte poetje, maar ik kan die niet bij. Dus ik laat zitten, want je ziet het toch niet. Maar ik zeg jou wel. Ja, daar moest je bij zijn. Net was het heel grappig. Dus, schone tandjes en we gaan weer lekker naar huis.